Vincent, het verbaast me heel erg dat ik die vandaag ga zien. Ik dacht dat ik op vakantie was. Ja, ik was ook op vakantie. En? Maar ik ben vooral genoeg benieuwd om bij deze mijlpaal te zien. En ik denk van ja, het kind steekt al van zo. Nee. Dus ik heb daar benieuwd goed gelaten en ik heb de machine gepakt. Vanuit Frankrijk. Ja. Geweldig. Ik denk dat de directie er heel erg verguld met is, hè, als ze dat huren. Ik ben er verguld met als de directie. Ja. Ochtig wist iemand die hij langs het A2-tunneltraject woont. Volgt het dag voor dag of ja, op afstand? Nou, niet op afstand. Het is niet zo dat ik iedere dag aan de hek vastgeplakt zit. Ja, wel eigenlijk. Eigenlijk wel. Best wel. Het is iedere dag verhaal. Ja. Als er een week niet op is geweest, dan staat alles weer anders en dan liggen alle hulp weer anders. Ja. Ja, en vooral nu dat hoekje van die woning, tot dan nu eigenlijk het les goed gebroken is. Ja. Ja. Wist ze alles ieder in de woonhoek geweest? Nee, ja, met de woonhoek. Ja. Maar dat was niet anders. Heb je nu niets gezien? Wie vond het? Het zal opnemen niet gebeuren. Nee. Ja, gewoon heel indrukwekkend. Het is sowieso met de hoed gevreesd, is het niet zo vreemd om de hele hoge trap af te doen. Nee, naar onder kijken. Ja, en is er ook nog steeds een soort kathedraal of zo. Met de leegwerking tussen die tussenstand en zo. Hebben ze foto's gemaakt? Ja, een stuk of 300. Ja, oh, geweldig. Dus toen als ze in Frankrijk weer kunnen een alibi om te laten zien hoe ze geweest is. Nou, geweldig. Ik zou zeggen, vanmorgen weer een goeie toespreis. Ja. Naar het vakantieadres. Dank je.